We gaan terug naar 1960, het jaar dat Kennedy de verkiezingen van Amerika won. We voor het eerst lijnvluchten hadden tussen Amsterdam en New York. En twee hondjes een reis door de ruimte overleefden. Maar het was ook het jaar van het eerste EK-voetbal ooit. Gastland was Frankrijk. En aan het hoofdtoernooi deden maar vier landen mee. Frankrijk zelf en deze drie communistische landen. In een krankzinnige wedstrijd in de halve finales in het Parc des Princes kwam Joegoslavië in 5 minuten tijd terug van 2-4. En stond het ineens zelf met 5-4 voor. Waardoor niet Frankrijk, maar Joegoslavië de finale speelde tegen de Sovjet-Unie, dat in de halve finale makkelijk won van Tsjechoslowakije. Grote uitblinker in die finale, doelman Lev Yashin. Niet voor niets een icon in FIFA. Hij hield de Sovjets in de wedstrijd. En na de gelijkmaker van de Sovjet-Unie werd Viktor Ponedelnik in de verlenging de matchwinner door 2-1 te maken. Ponedelnik overleed in 2020 en hij was de laatst overlevende van het winnende Sovjet-team. In de volgende video het EK van 1964 in Spanje.